Spelers die tegen elkaar botsen. Komt regelmatig voor bij het basketbal. Maar soms heb je pech en loop je tegen de verkeerde. Zoals Marcel Aerts, die op de weghelft van bulldozer Joe Burton terecht kwam. Het is een beetje een ongelukkige samenloop. Ik bedoel, hij gaat er hard in. Het is een zware jongen. En als je dan net toevallig de foute plek raakt, dan gebeurt er dit blijkbaar. Een gevalletje op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats, met als gevolg een zware blessure. Van buiten is het misschien niet goed zichtbaar, maar van binnen is er van alles mis bij Aerts. Ik merk wel dat ik wel paracetamol, ibuprofen en zo daar echt moet pakken. Alleen, ik zeg al een beetje in mijn hoofd, een beetje lichtjes. En ik moet wel, zolang ik rustig aan, voel ik me eigenlijk wel prima. Maar zodra ik echt dingen ga doen, dan merk ik al snel van, dat is nog niet zo slim om te doen. En dat er bij de botsing geen opzet in het spel was, bewijzen deze bloemen. Op zijn kamer van Landstede nog een bosje bloemen brengen en even vragen hoe het gaat. Dus dat was erg aardig van ze. Over 2 weken heeft hij een afspraak bij de kaakchirurg. Daarna weet hij hoe zijn revalidatietraject eruit ziet. Maar de kans is groot dat hij voor de play-offs om de landstitel weer fit is. In zoverre ben ik nog blij dat het in ieder geval nog zodanig tevoren gebeurt dat ik de play-offs nog wel mee kan doen. Dus in zoverre, geblesseerd raken is nooit leuk. Het had op een beter moment gekund, maar ook zeker nog wel op een slechter moment. Voorlopig moet Aerts thuis zitten en mag hij niets doen. Even doorbijten dus.